Het is vandaag ongetwijfeld weer druk op de meubelboulevards. Maar waarom zijn we eigenlijk vrij vandaag? Pinksteren is misschien wel de minst bekende christelijke feestdag. Dus laten we ons vandaag bijspijkeren door Barend de Gooyert van de Protestantse Kerk Nijmegen. Jezus is met hemelvaart opgenomen in de cloud, hebben we net gezien. Met Pinksteren krijgen de volgelingen de inloggegevens, zodat ze bij Jezus en zijn boodschap kunnen komen. En met Pinksteren dan zijn ze bij elkaar. Ze krijgen de Heilige Geest. Dat is te zien doordat zij van alles kunnen vertellen en praten en weten ook de boodschap van Jezus te brengen in de wereld. Ze doen dat eerst in Jeruzalem. Daarna gaat dat verder buiten Jeruzalem via Syrië, Turkije, ook naar Europa. En op die manier verspreidt zich zo het christendom. Daarom noemen we Pinksteren ook wel eens de verjaardag van de kerk.